Er was eens een meisje. Een meisje dat droomde van een wereldreis. Ze wilde vliegen met het vliegtuig of varen met de boot, zolang ze maar heel de wereld had gezien. Toen ze genoeg geld had verzameld, vertrok ze. En toen ze terug thuis was, kon ze maar één ding zeggen. Ik wil dit nog eens doen. Op hetzelfde moment waren er nog een jongen en een meisje die exact hetzelfde idee hadden. Zij wilden ook een wereldreis maken. Drie wildvreemden die een wereldreis wilden maken. Het grootste avontuur stond hen op te wachten. Een toekomst die hen deed denken aan het verleden. Maar het verleden maakt de toekomst zoals die nu is. Excuseer, het vliegveld, waar is dat ergens? Weet u dat? Mevrouw, oh meneer, weet u misschien waar het vliegveld is? Gate A12, weet u die zijn? Maar weet iemand hier waar het vliegveld is? Weet iemand welke richting ik uit moet? Rechter! Tegenwoordig kan er allemaal. Dat is toch niet mooi.
drink dan niet op, zo. Ik vind het wel lekker. Waarom probeer ik het? Waarom doe ik zo stom? Het is of ik een andere persoon word. En ik ben niet zo. Ik doe alleen omdat het moet. Omdat het zo verwacht wordt. En eigenlijk wil ik mezelf zijn. Lieve woordjes zeggen, haar verwennen, alles geven. Maar hoe? Hoe doe je zoiets? Hoe kan je zeggen hoe je je echt voelt? Weet je? Liever toch.
dan oud. Ik ga later ook zo superbomma worden. Niet dan, hè? Mag ik eens iets vragen? Zijn jullie al vaker met vliegtuigen op vakantie geweest? Goh, spijtig genoeg wel, ja. Echt, vliegen, dat is de hel. Dat is niet waar. Niks veilig aan, ja, de vliegtuig. Dat is allemaal veilig. Niks veiliger, ja, echt niet doen. Jawel, wel. Niet doen, nee. Het is echt niks veiliger. Nee, het is niks veiliger, echt waar. En zeker, weet je wel, ja, pas op, hè. Je hebt dus van die plastieke bekertjes daar. Je krijgt altijd drinken in een plastieke beker. Maar wat heet dat er nu weer met de maken? Wel, luister. Wel. Als je dan een plastieke beker krijgt, maar je vliegtuig gaat opeens zo. En zo. Turbulentie. Hè? Zo, dan gaat uw glas dus ook zo. En dan gaat al uw water overal. Hè? Maar wat heeft dat nu met de veilige? Uw water gaat dan door het tapijt, naar de kabels, naar de elektriciteit. En dan boem, dan stort die vliegtuig neer. Hè? Dat is dus keigevaarlijk. Maar een auto is toch ook gevaarlijk? Maar een auto kan toch niet neerstorten? Ah nee, als hem van een brug rijdt, stort hij niet neer. Nee, dat is niet neerstorten, want dat vliegt niet. Hè? Dat is echt een vliegtuig. Nee, echt niet doen. Nooit vliegen. Vliegtuig is veilig. Nee, niet doen. Echt, dat is het gevaarlijkste dat je mag iets vragen. Ja. Is dat veilig een vliegtuig? Ja, daar is altijd een dansje voor. Zeg maar veiligheid zit, die je moet kennen. Je los met je zin, zegt goeie raties. Zeg eens even stil, geniet van de show. Voor we gaan reizen door de lucht. Oh.
is nu dood. Maar ik vind het niet erg, het was toch een kloot. Ben echt een lul. Het is nu dood. Sorry jongens. Imbro. Ja. Sorry. Ja, nu van. Zeg, heeft er hier iemand eigenlijk cola light? Wat zijn we? Ja, light, alia. Light. Schuivend op mijn rug. Maar niemand onder mij zei iets.
zij al niet. Ooit ontmoette ik een volwassen man op straat. Hij vormde een ketting met zijn koude handen rond mijn hals. Ik word nog elke nacht zwetend wakker. Beelden flikkeren voor mijn ogen. Ik zie hem en al het verdriet en de pijn van nog jongere meisjes die hij aanpaste nadat ik zweeg. Gewoon mijn mond hield. Kan ik mezelf ooit vergeven dat ik zweeg omdat ik aan mijn eigen trauma dacht? Is stilte ook geen actieve vorm van geweld? Ooit vertelt mijn vader me dat seksisme niet meer bestaat. Maar hij sloot diezelfde zin af met de raad om altijd pepperspray op zak te hebben. Wij accepteren gewoonweg een vorm van constante angst. Wij sturen elkaar berichtjes als we thuis zijn, al weten we dat onze mannelijke vrienden zoiets nooit zouden moeten doen. Wij zijn de dochters van de vaders die met ons naar het nieuws keken en ons waarschuwden voor dat ene vermiste meisje in de krant. Ze smeekten ons voorzichtig te zijn. Veilig. Elke vorm van gevaar moest vermeden worden. Vervolgens vertelden ze onze broers buiten te gaan spelen. Ah, hier is ze. Ha? De Lucas. Hey Lucas. Jo. Zijn er vanavond vrij? Ja, voor wat? Goed wel. Een beetje hangen? Ja, nee. Ik heb er eigenlijk niet zoveel goed in. Allee. Zoals de vorige keer was ik appelzend. Ja, en dan nog eens een flikken op ons lek krijgen. Oh, dat flikken. Zijn jullie bang van de flikken? Ja, ja, het is goed. Dank u. Dank u. Ja, dat kan dus niet gebeuren. Allee, allee. Je weet toch wat ze gedaan heeft? Ze is wel bedrogen, hè. Ja, dat zie ik wel. Heb jullie die foto's niet gezien? Voilà. Oké, ik ga met haar praten, maar Gullof heeft hier. Hé. Ik had toch gezegd om daar te blijven? Weet je dat je het niet durft? Ik ga het niet doen. Het is toch niet zo moeilijk? Je moet gewoon doen. Wat is dit? Lafaard! Kom dan, hè! Dat zeg jij mij te droom. Waar jij gelooft of wat? Ik weet niet meer wat ik moet geloven. Hoezo? Ik weet niet meer. Ik zou het toch nooit doen? Begrijp mij ook eens, hè? Nee. Nee, sorry. Nee, sorry. Ik begrijp het niet meer. Dan moet ik denken als er wel foto's verschijnen. Maar welke foto's? De foto's die ze mij hebben laten zien. Ja, dat zijn meestal photoshoppers waarschijnlijk of zo, weet ik veel. Echt, gast, ik dacht dat je me vertrouwde. Ik zie je nog altijd graag. Kom, ik ga naar huis. Ja. Is dat waar? Ja, ja, het zal wel doen. Ruggen naar draaien en wegwezen. Makkelijker gezegd dan gedaan als je het mij vraagt. Ik ben een meisje met respect. Of ja, dat hoop ik toch. Ik ben alleszins opgevoed met veel respect. En er wordt van me verwacht dat ik dit ook aan anderen toon. En dat snap ik volkomen. Iedereen gelijk voor de wet. Doe nooit bij een ander wat je zelf ook niet graag hebt. Ik zou nooit een ander mijn tranen willen schenken. Daar doe ik gewoon niet aan. En toch schenken mensen hun tranen wel aan mij. Waarom moet ik iedereen gelijk behandelen als zij het niet met mij doen? Ik moet tegen iedereen vriendelijk zijn, ook al is de ander het niet tegen mij. Ik moet de ander met respect behandelen, ook al doet de ander het niet met mij. Hier zie ik alles behalve logica in.
komt een eind. En zo ook aan dit verhaal. De drie wereldreizigers kwamen vol vreugde thuis aan. Elk van hen wilde de reis opnieuw beleven. En opnieuw. En opnieuw. Nu kijken we naar de toekomst. In de toekomst zullen we de fouten uit het verleden niet meer maken. Maar laat het verleden niet de reden zijn om niet voluit te leven in de toekomst.